Apeldoorn heeft een nieuwe economische agenda. Gericht op samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Bedrijfstakoverschrijdend. En met een sterke, meedenkende en faciliterende gemeente. De economische agenda heeft als doel om tot een aanpak te komen die kan rekenen op een breed draagvlak binnen sociaal-economisch Apeldoorn. Die energie in de stad vrijmaakt en richting geeft. Die zowel een publiek als privaat perspectief heeft. En die lopende plannen, activiteiten en initiatieven integreert. Wij willen met Apeldoorn naar een next level. Ondernemerschap in een hoge versnelling. Met kansen voor iedereen. Een nieuwe economische agenda. Vooral met u. Mark, Edwin en ik doen een beroep op uw inbreng. In ondersteuning. In kennis en bovenal in projecten. De economische kracht van Apeldoorn is groot. Er werken bijna 100.000 mensen in de diverse sectoren en het vestigingsklimaat is goed. Om dat zo te houden zijn we op zoek gegaan naar verbeterpunten, zodat we ook volgende verkiezing weer MKB-vriendelijkste stad van Nederland worden. Ik ben erg blij met de samenwerking met BKA en VNO-NCW en trots op de economische agenda waar die samenwerking toe geleid heeft. Ik hoop dat u meedoet, want alleen samen kunnen we Apeldoorn economisch nog sterker maken. Ik sta hier als voorzitter van de grootste ondernemersvereniging van Apeldoorn. De Bedrijvenkring Apeldoorn. De Bedrijvenkring Apeldoorn, VNO, NCW Stedengroep en de gemeente Apeldoorn hebben samen een economische agenda opgesteld. Een ambitieuze agenda, flexibel, maar ook toekomstbestendig. Ik hoop dat deze economische agenda een inspiratiebron is voor ondernemend Apeldoorn. Stel je eens voor dat we samen een bijdrage kunnen leveren aan de economische kracht van onze mooie stad. Samen projecten bedenken. Maar nog belangrijker, ze ook realiseren. Dat is mijn ambitie. En daar zet de Bedrijvenkring Apeldoorn zich voor in.